Je moet gewoon tekenen wat je ziet. Dat is eigenlijk toch de opdracht. Mensen denken dat je half psychologisch bezig bent, maar dat is niet zo hoor. En dan kun je later nog kijken of dat je geluk hebt dat je in de buurt bij het karakter van iemand komt. Ik kan niet uit de voeten met de titel kunstenaar. Ik zeg altijd, ik ben zeg maar een meubelmaker. Daar voel ik mezelf prettig bij. Een kunstenaar voor mij is iemand die iets kan maken wat er niet is. Nou, ik kan alleen maar maken wat er wel is. Als je bezig bent, dan ben je bezig met tot hoever loopt dat lijntje van het oog hier. Begint dat schaduwtje al over het ooglid? Ja, het loopt ietsjes hier. Nou, dat soort dingen. Mensen denken altijd, oog, moeilijk, hè? Ja, goed, je moet het allemaal kunnen. Maar als een portret niet wil lukken, dan zit het hier. Dit hoekje van de mond. Daar zit de emotie van het model. Maar eerlijk gezegd is het, als je nou de waarneming werkt, altijd voor mij een beetje ongemakkelijk. Omdat je maakt je zorg, voelt het model zich goed? Zit het niet te lang stil? En dat gaat een beetje tussen jou en het model in zitten, eigenlijk. Daarom is het makkelijker als je dit met meerdere mensen doet. Dan ben je een beetje meer anoniem. De grootste valkuil is eigenlijk dat je te lang doorgaat. Dit portret, dat gaat in mijn hoofd zitten. Dus het gaat op zichzelf lijken. En hoe lang je eraan werkt, denk je, ja, je gaat het herkennen van de harde schijf hier zo. Daarom is het ook belangrijk dat je op tijd ophoudt en een dag, ik kan het pas een dag later zeggen of het goed is of niet. Soms dan gebeurt het, soms gebeurt het ook niet. Dan blijf je maar trekken aan een dood paard en dan komt het niet op gang. En sommige portretten, dat gebeurt wel hoor, die schilderen zichzelf. Dan denk je, was ik daarbij? Ja, dat zijn natuurlijk de mooiste momenten. Dat is geweldig. Drama is wel dat je je altijd zo goed en zo slecht voelt als je laatste portret. Daarom moet ik ook altijd portretten die ik al gemaakt heb af en toe om me heen hebben. Want soms dan denk je, ik kan het gewoon niet meer. Je moet voelen dat er iemand aanwezig is. Nou, die aanwezigheid, dat is een geheim. Dat is een heel raar iets. En soms dan hoeft het helemaal niet zo realistisch te zijn hoor. Echt niet. Het kan best zijn dat het helemaal abstract is en dan toch word je in één keer geraakt door dat geheim.